Twee feitelijke punten. De heer, van de heer Mulder. In zijn betoog had hij twee punten die volgens mij niet correct waren. Eerst de plaats. Ik zou hebben gezegd dat alle kortingen zouden worden voorkomen in het pensioenakkoord. Dat heb ik nooit gezegd. Sterker nog, ik heb het ook niet gesuggereerd. Ik kan zelfs twee interviews aan u overleggen uit Telegraaf en Volkskrant. van de presentatie van het pensioenakkoord, waar ik dit met klem niet heb gezegd. Maar dat, ik ga het naar u toesturen, dan kunt u het nalezen. Het tweede punt wat de heer Mulder feitelijk niet juist had, was de kwestie Dijsselbloem kwam op 11 juni naar buiten, kwestie parameters. Uiteindelijk was 15 juni was het de uitslag van het referendum bij de FNV. Dat vind ik toch even goed om te zeggen, want anders die beelden blijven bestaan. Voorzitter. Een interruptie van de heer Mulder. Nou ja, interruptie, even voor de gezichtsschrijving. Het ging erover dat voorstel van de commissie Dijsselbloem wel eerder naar voren kwam, maar dat werd in het begin alleen maar technisch omschreven. En dat werd later, toen het werd doorgerekend en uitgewerkt en in begrijpelijk Nederlands werd neergezet, werd het zoveel mogelijk weggehouden van de FNV-leden. Er zijn zelfs verzoeken geweest van afdelingen van de FNV om dat te mogen bespreken. En dat is tegengesproken, dat ten eerste. En ten tweede is er wel voortdurend in echt ieder programma het verhaal naar voren gebracht. We moeten ingrijpen, er moet een nieuw pensioenakkoord komen, want daardoor komen er in de toekomst geen kortingen. Dat is het verhaal. Zouden we geen nieuw pensioenakkoord gingen, was het hel in verdoemenis en ging overal het licht uit, zoals zo vaak. En dat is wel de suggestie dat u ergens technisch ook gezegd heeft dat er misschien gekort kan worden. Dat klopt, maar u weet veel beter nog dan ik dat 90% van de bevolking die kleine technische opmerkingen niet lezen en alleen voor het grote verhaal gaan. En het grote verhaal, voorzitter, was echt, en ik weet dat omdat je gewoon in heel Nederland met mensen kon praten en die zeiden allemaal, oh wat zijn we blij met een nieuw akkoord, want er wordt niet meer gekort. De minister. Voorzitter, dan toch de laatste ronde hoor. Twee feitelijke punten. Op 11 juni heb ik het advies van de commissie parameters naar buiten gestuurd, ook naar uw kamer. Met daarin ook de bijlagen met effect op de dekkingsgraden, effect op de parameters, effect op de benodigde premies. Dus dat is gewoon niet waar. Het tweede punt is, ik heb het heel helder ook steeds gezegd in mijn communicatie, ook in de interviews met de grote dagbladen. En ja, we hadden een stap gezet om kortingen sowieso kleiner te maken, hè, van 104,3 naar 100. Maar ik heb er altijd bij gezegd, ik heb de wereldeconomie niet aan een touwtje. En er is al zeker de onzekerheid. Dus ik vind het ook, je mag me op allerlei dingen aanspreken, maar ik weet heel goed wat ik zelf gezegd heb. En dat leg ik nog een keertje uit voor de volledigheid. Omdat anders ook beelden gaan ontstaan, want ik weet dat de heer Mulder, daar heeft de heer Mulder wel gelijk in, dat dan beelden gaan ontstaan dat ik iets gezegd zou hebben of beweerd zou hebben, wat ik gewoon niet gedaan heb. De tweede vraag van meneer Mulder. Juist voor dat beeld zeg ik dit, want ik ontken niet dat die minister dat gezegd heeft, maar de Haagse kaastop is een andere dan wat mensen in het land denken. En dat u een brief met parameters en technische berekeningen naar de Kamer heeft gestuurd, wil niet gewoon zeggen dat Jan en Mien op de bank weten wat dat allemaal betekent. Die kijken naar het grote plaatje en er werd gezegd, halleluja, nieuw pensioenakkoord, geen kortingen meer nodig. En dat is wat bij de mensen blijft hangen. En dat is juist een beeld. Dus nogmaals, ik ontken niet dat u gedaan heeft wat u zegt. Het gaat om de suggestie die gewekt is. En er heeft nooit ergens bij Nieuwsuur of bij Pauw of bij De Telegraaf heel groot gestaan. Er kunnen grote kortingen komen. Dat was ergens op pagina 7 of 8 weggewerkt. En dat is het beeld. En dat wilde ik hier even nog een keer duidelijk hebben.